Vanuit de hotels van Oranje in Noordwijk is dit Business Class. Goedemorgen, Thomas. Goedemorgen. Morgen. Dat boek, ja, je was er nogal... Ja, ik ben er nogal van onder de indruk. Hè. Het gaat over het grove onrecht dat de Nederlandse staat haar burgers aandoet en de verfoeilijke rol van de landsadvocaat. Het is geschreven door George Reugeling, jonkheermeester George Reugeling. Die was, dat is een interim manager, die was een tijdje was hij betrokken bij de sanering van afvalverwerking in Rotterdam. En toen werd hij directeur van de Ahoy. En toen was er een ambitieuze offensieve justitie, die zag een enorm schandaal bij de afvalverwerking. Daar werken ook inderdaad criminelen en andere organisaties. En die heeft dat toen uitgelekt aan de pers. En plotseling stond er aan alle kanten Ahoy-directeur verdacht van afvalfraude. Nou, hij werd meteen uitgeknikkerd. En, er was geen bewijs. Hij is op ontslagen van rechtsvervolging. Dus niet eens vrijspraak. Er is nooit een zaak geweest. Maar intussen ging het kwaad wat kwaad was al geschied. Nou, dat heeft 20 jaar geduurd. 20 jaar heeft de landsadvocaat, die heette Pels Rijken, het Hoogleven Fortuin. Hele deftige namen. Maar een vrij schofterige advocaten. Aan de advocaten van kwijtzaken die zoiets 20 jaar weten te redden, te rekken bij een volstrekt onschuldige man. Ja, die te procedeert voor de staat. Dus de... Ja, ja, die voor ons belastinggeld. Die zitten in burgerstukken maken van onze belastinggeld. En intimideren en rekken en tussenvonnissen en arbitrage. Zij kunnen het zo lang rekken, dat houdt geen burger vol. Reugeling was, dat is ook te lezen in het boek, die was op een gegeven moment al zijn gespaarcenten kwijt aan het procederen. Hij had op een gegeven moment ook geen inkomen. Hij heeft zijn huis verkocht, doorgeprocedeerd. Op een gegeven moment was het zover dat hij zelfs bij restaurants buiten in een flessenbak ging kijken of er geen flessen zaten met statiegeld. Dan kon hij weer een hamburger kopen. Zover hadden ze hem gekregen. Uiteindelijk heeft hij dus toch gewonnen. En de rechter vond dat hij recht had op 3 miljoen schadevergoeding. Hij kreeg de staat, stelde voor 750.000. Hij was moe gebeukt. Zijn gezondheid had eronder geleden, hij had 2 hartinfarcten gehad. Hij gaf het op, stond met zijn rug tegen de muur en accepteerde die 750.000 euro. Ja, als hij die 3 miljoen had willen hebben, had hij nog weer 20 jaar. Ja, had hij weer moeten gaan, had hij ook waarschijnlijk een arbitragecommissie, moet hij ook weer betalen aan die arbiter. Het is buitengewoon triest. In het boek wordt ook behandeld de zaak Poot, heel kort. Nou, de zaak Poot, daar weet jij waarschijnlijk alles van, want het is een projectontwikkelaar met een zeer hoge reputatie, uitvinder van de eurowoningen. En die had een visie over Schiphol. En die dacht dat Schiphol, dat moet een internationaal handelscentrum worden. Dus hij kocht alle grond rondom Schiphol, was hij aan het kopen. Maar toen op een gegeven moment zag Schiphol dat. En die dacht, godverdomme, wat een goed idee, dat moeten we zelf doen. En gingen met het Old Boys netwerk aan het werk. En begonnen dus te procederen en allerlei smoesjes te verzinnen. En nou komt de liegende rechter op de proppen, weg bij Westerberg. Die dus deze week in het NRC stond, grote pagina 1, de liegende rechter. Die dus, en een hoofdartikel, een gekreuken rechter, hoe slecht dat is voor onze rechtsstaat. Die heeft dus rechtsadvies gegeven tegen betaling aan mensen die in een rechtsgeding waren. Terwijl hij zelf rechter is. En hij heeft in de zaak Poot buitengewoon ongunstige uitspraken gedaan. Soms absurde uitslagen. Waarbij dus zij miljoenen en miljoenen hebben verloren. Nou is het zo dat uiteindelijk, ze hebben 6 vonnissen hebben ze dus gewonnen. Belangrijke vonnissen. Het laatste vonnis was voor de rechtbank van Haarlem dat ze gelijk hebben en dat de schade vastgesteld moet worden. En nou komt de laatste truc. De schade moet vastgesteld worden en hebben ze meteen de hele rechtbank met 3 rechters vervangen, want die hadden een gunstige uitspraak voor Poot. En dat nee, dat moeten andere rechters worden. Die moeten nu weer maanden en misschien wel een jaar het meterslange dossier doorwerken. Deze mensen, die andere rechters, zijn volledig ingewerkt in het dossier. Dit komt bijna nooit voor. Dat 3 rechters tegelijk vervangen worden, die zijn niet gevraagd. Ze zijn overgeplaatst links-rechts en er zijn nieuwe rechters voor de plaats gekomen. Ze hebben 1 nadeel. Poot geeft niet op. Nee, Poot heeft genoeg geld. Dat is een oude taai. Hij is al dik in de 80. Ja. Maar hij blijft doorknokken. Maar moet je eens voorstellen wat een eenvoudige burger... die niet anders heeft dan zijn inkomen of zijn WW-uitkering.
kansloos. Thomas, tegen die mensen. Op plaatselijk niveau gebeurt dat dan ook? Ja, ik vind na dit boek moet er een boek verschijnen over mensen die dus hebben geprocedeerd op plaatselijk niveau. Toevallig heb ik destijds grote verhalen geschreven over de legendarische projectontwikkelaar Jacques Steenstra uit Den Bosch, die dus ook 20 jaar geprocedeerd heeft. 20 jaar tegen de gemeente. Alle vonnissen won. De gemeente heeft niet één hoger beroep tussenvonnis, niet één vonnis gewonnen. Ze zijn nog achter zijn rug om naar de Van Landschotbank gegaan en hebben gedreigd al hun rekeningen op te zeggen. Maar hij moest niet langer zaken, zij moesten niet langer zaken doen met Steenstra. En deze Van Landschot? Nee, Kees-Jan Van Landschot zei, dat denk ik niet aan. Dat is een fatsoenlijke zakenman. Ik heb altijd heel goed zaken met hem gedaan. Als jullie het over willen zeggen, moet je zeker doen. Maar dan zal ik wel zorgen dat het in de kranten komt. Nou, dat waren ze nog een beetje uitvoerig voor. Maar op een gegeven moment heeft de rechter zelfs een vonnis uitgesproken, let goed op, waarbij de gemeente beschuldigd werd van arglist en bedrog. Nou, dat is ongeveer moord met voorbedachte raden in het civiele recht. Arglist, maar dan nog gingen ze vergaderen of ze niet in cassatie konden om die zaak nog langer te redden. En op een gegeven moment was er een schadebepaling door de rechter, benoemde accountant. En die kwam uit op zo'n 300 miljoen schadevergoeding voor Steenstra, guldens nog, hè, voor Steenstra. En Pels Rijken, die bood aan 75 miljoen. En toen heeft hij dat uit armoede maar gedaan, want hij was uitgevochten. Hij zei, ik was er dag en nacht mee bezig. Ik heb nergens meer tijd over. Al die tijd had ik kunnen besteden aan mooie projecten, want daar is hij dol op, om die stad mooier te maken. Maar wat zij hadden gedaan was, dus hadden met hem een contract gesloten. Voor een hele grote terreinontwikkeling. Ze hebben de gronden er verkocht. En toen even later veranderden ze het bestemmingsplan. Dus je hebt privaatrechtelijk en publiekrechtelijk fietsen door elkaar heen. Dus tegenwoordig is dit een case study op de meeste rechtenfaculteiten van de Nederlandse universiteiten. Dat dus komt eigenlijk, meneer Thomas, dat je als burger wel trekking moet passen, moet je met de staat of met... Ja, maar dat kan niet. De staat behoort fatsoenlijk te zijn. Fatsoen moet je doen, wordt er gezegd door het kabinet. Nou, hier wordt niet fatsoenlijk gehandeld. Over fatsoen gesproken, volg je dat WikiLeaks verhaal? Ja, daar werd natuurlijk ontzettend veel over gezegd. Maar destijds werd ons gevraagd al onze medische gegevens op een centraal punt te laten administreren in de computer. En alleen toegang zouden hebben mensen met een speciaal pasje. En mensen die dus betrokken waren bij jouw gezondheid. Artsen voornamelijk dus. Als je nou ziet dat daar eventjes computers gekraakt worden alsof het niks is. Tot aan buitenlandse zaken in Amerika. Ik heb toen gezegd, ik wil het niet. En ik denk dat heel veel mensen die nu zien hoe makkelijk toegang. Dat is zo lekker als een mandje. Dan ga je toch die privégegevens, al die medische privégegevens instoppen. Staat ze dan daar een werkgever bij, of weet ik niet allemaal bij. Dus dat is heel slecht voor de ontwikkeling van dat soort activiteiten. Thomas, dat gekrakeel met die euro, hè? Hoe loopt dat nou af? Kijk, de euro had natuurlijk, toen de euro begon, hadden ze al een slechte reputatie. Ten eerste was het veel te duur. We hadden veel meer, de gulden was veel meer waard dan we ervoor terugkregen in euro's. Ten tweede, de meeste bedrijven, heel veel bedrijven, en zeker de horeca, die kun je dat hoogst kwalijk nemen. Vroeger kostte een pilsje 2 gulden, nu kost een pilsje 2 euro. Dat is meer dan verdubbeld. En in Duitsland was het nog verplicht 2 jaar lang om iedere menukaart en iedere prijskaart in 2 valuta's te hebben. Dus hoeveel de oude prijs was in marken en hoeveel nu de prijs was, dat hebben we in Nederland nooit gehad. Overal werd bijna automatisch van de gulden overschakeld, zeer nadelig. Nou, nu is het ogenblik is het zo. Er zijn landen waar mensen niet zoveel zin hebben om te werken, of waar de mensen op een 54ste al met pensioen willen, waar de hele economie op zijn gat staat. En wij moeten wij dat, in de mensen met de harde valuta zouden dat dan moeten opbrengen. Dan moeten wij dan allemaal betalen. Ik denk dat de mensen daar verdomd weinig van voelen. En hoe is de toekomst? Denk je dat dat gaat veranderen? Denk je dat als we harde maatregelen nemen, dat ze dan opeens wel zin hebben om te werken daar? En dat ze dan ook... En hoorden we 2 euro's krijgen straks. Ja, dat lijkt me ook een oplossing. Een harde euro en een zwakke euro. Een knoflook euro. Of een euro. Ja? Een euro. Een euro. Oké. Okay. Nou Thomas, fijn dat je er even was. Okay. Wij gaan brunchen. Het moet heerlijk smaken met die truffels. Denk maar ook. Ja.